Het is traditiegetrouw het vrievolste moment van elke verkiezingscampagne, het jeugdjournaaldebat, waarin de lijsttrekkers met elkaar in discussie gaan over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. Wie er komen? Dylan Jessieltsjols, Frans Timmermans, Rob Jette, Geert Wilders, Caroline van der Plas en Henry Bontebal. Waar is Pieter Ontzicht? Die moet de uitzending helaas aan zich voorbij laten gaan. Hij moest de uitnodiging van het NOS Jeugdjournaal afslaan omdat zijn dochter afstudeert op de dag van de opnames, is te lezen in Veronica's Superguide, dat een interview heeft met eindredacteur Jochem Nuun. De laatste tijd krijgt Ontzicht veel kritiek op het feit dat hij aardig wat debatten afslaat. Hij was afgelopen zondag ook niet van de partij bij het tweede RTL-debat. Hij duikt, en is niet duidelijk, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. Wie er het meest zin heeft in dat jeugdjournaal-debat? Geert Wilders, vertelt eindredacteur Jochem. Wilders komt hier altijd heel graag. We hebben wel eens gehoord dat hij dit het leukste debat vindt. Als er nieuwe verkiezingen aankomen, dan meldt hij zich altijd al vroeg vol enthousiasme aan via zijn campagneleider. De kinderen zijn volgens hem ook fan van de PVV-leider. Er was eens een meisje dat tegen Geert Wilders zei: Ik wil u graag een knuffel geven. Dat was een bijzonder moment. Onder de kinderen, die natuurlijk ook horen dat hij wordt bedreigd en beveiligd, is hij een heel bekend politicus. Het Jeugdjournaal heeft een video online geplaatst om kinderen alvast wat moeilijke woorden uit te leggen. Politici kunnen best moeilijke, en saaie, woorden gebruiken. Bij het Jeugdjournaal proberen we natuurlijk dit te voorkomen, maar het kan dat er hier en daar een politiek woordje tussendoor glipt.